Het Justitiepaleis. Nu denkt u waarschijnlijk aan een wat oudbollig gebouw. Of misschien aan iets modern en transparant. Of wie weet aan de stellingen van het Brusselse Justitiepaleis. Maar waar u waarschijnlijk niet aan dacht, zijn schilderijen, beeldhouwwerken of wandtapijten. Over dit soort rechtbankkunst wisten we eigenlijk heel weinig tot nu toe. Wie heeft die gemaakt? Wie heeft die besteld? En vooral, wat hangt die daar eigenlijk te doen? Wat is de boodschap van die werken? Daarom ging ik als kunsthistoricus in de rechtbank op zoek naar de al dan niet verborgen boodschappen van ons recht. In dit soort rechtbankkunst uit de 19e eeuw. Dat is de periode van de vorming van ons moderne recht en ook van de bouw van onze justitiepaleizen. Uit mijn onderzoek blijkt onder andere dat in nogal wat van die rechtbankkunst politieke boodschappen vervat zitten. Zo liet een voorstander van de doodstraf die straf ook op de muur schilderen. Terwijl de politiek op dat moment eigenlijk helemaal niet de echte executie van de doodstraf voorstond. En dat soort van politieke boodschappen in rechtbankkunst is opmerkelijk, want Dame Justitia is geblinddoekt. De rechtbank behoort immers neutraal en onpartijdig te zijn. We zijn er ons daarom maar beter van bewust dat die onpartijdigheid niet alleen slaat op de rechter, maar ook op zijn justitiepaleis.